Ja, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De perfecte dag voor jou. Ja, ik had een goede dag en ik was echt blij dat vanochtend toen Ryan en ik, we slapen bij elkaar op de kamer, dat ik naar buiten keek en dat het regende. Dus dat heeft natuurlijk wel, ja, dat is graag iets wat ik doe, deze twee dingen, modder en zand. En als je dat in één rondje krijgt stoppen, ja, dat is super. Ja. Iedereen keek vandaag natuurlijk naar Ryan. Was dat voor jou juist je voordeel? Goh, onbewust wel denk ik. Ryan die krijgt natuurlijk veel druk op zijn schouders, maar hij geeft daar niet veel om. En dat is ook super van hem dat hij met die druk om kan gaan. Maar ik heb vandaag de outsidersrol gespeeld en ik denk dat dat wel zijn vrucht afwerkt aan het einde. Ja. Even dat zegengebaar, kan je hem uitleggen? Goh, ik heb dat Wout van Aert een paar jaar geleden ergens zien doen volgens mij op een BK. En ik vloog vandaag rond, dus vandaar de beurt. Maar ik denk dat je gaat vragen wie dan nu mijn voorbeeld is, maar dat is dan Mathieu. Dankjewel.